Na zijn succesvolle film over zeeheld Michiel de Ruiter neemt cineast Roel René nu een nog diepere duik in onze vaderlandse geschiedenis. Ik ben Marco Weijers en dit is mijn recensie van Redbad. Nee! Er zijn grote veranderingen op komst. Met Bang for a Buck, zeg maar spektakel voor een prikkie, wist Roel René een Hollywood-carrière uit de grond te stampen. Zo pakte hij het ook aan in Redbad, een alternatief geschiedenislesje met veel wapengekletter. Daarin worden de Friezen die rond 754 Bonifatius vermoorden in de aanloop naar die gebeurtenis neergezet als stoere vrijheidsstrijders. Gijs Naber werpt zich in de rol van titelheld op als hun charismatische leider met Loes Haverkort als zijn minstens zo stoere Vikingsprinses aan zijn zijde. Mensen verdienen beter. Een betere leider. Het gaat niet om rituelen of gebruiken. Het gaat om jouw liefde voor je land. En dat is wat mensen in jou zien. Have you ever wondered why you're still alive? Think about that. We seem to have a common problem, this red bat. Er komt een moment dat je moet laten zien wie de leider is. Het gaat er niet om wat je gelooft. Het gaat om wat je ermee doet. Gedwongen bekering tot het christendom en een strijd om de macht onder zijn eigen volk zijn Redbad's grootste problemen. Ook allerlei andere acteurs van naam duiken op met wisselend succes. Zo speelt Breaking Bad-ster Jonathan Banks een solide rol als de Frankische vorst Pepijn. Terwijl Jack Woutersen als de heilige Willibrord in een heel andere film lijkt te spelen dan de rest. Los van het nogal wisselvallige acteren leidt René's nieuwe film onder zijn tomeloze ambities en duurt met ruim 2,5 uur te lang. Ook pakt de regisseur uit met te veel extreme close-ups en te veel slow-motion beelden. Te vaak regent of sneeuwt het en dan ook nog eens te hard. En daarnaast is ook de muziek te nadrukkelijk aanwezig, net als de vaderlandslievende boodschap. Redbad mag dan, zeker gezien het budget, razend knap gemaakt zijn. Uiteindelijk is het vooral een film die zichzelf luidkeels overschreeuwt. Meer dan 2,5 ster heb ik er helaas dan ook niet voor over. Dank voor het kijken. Volgende week storten we ons hier in een Mexicaanse drugsoorlog in Sicario, Day of the Soldado. Graag tot dan.